Ik ben Wilma, ik loop de Vierdaagse voor de eerste keer. Ik loop de 40 kilometer en ik heb er super veel zin in. Ik ben er klaar voor. Op 22 december vorig jaar werd ik gebeld door mijn broer dat hij... Dat hij op weg was naar het ziekenhuis. Dat hij in het ziekenhuis zat. Mijn schoonzus lag op IC. Bleek dat ze een hersenstambloeding had gehad. In januari om 7:30 is officieel doodverklaard. Ja, toen kwam het verhaal van de Vierdaagse langs. Toen zei mijn broer van ja, ik heb al een herberg gehuurd. Zij gaat elk jaar met hem mee, maar eigenlijk om hem te ondersteunen. Niet zelf te lopen, maar hem te ondersteunen. Hij loopt elk jaar de 50. En dit jaar had ze gezegd van, ik wil hem ook gaan lopen, dus ik loop de 40. En zijn broer, nou weet je, dan loop ik ook de 40, dan loop ik hem samen. Dus ja, dat liep natuurlijk anders. Dus zijn broer van, ja, ik ga maar even een herberg bellen, dat als ze er nu niet bij is. Ja, op dat moment had ik zoiets van, ja, maar dit moet niet zo zijn, dit kan niet. Toen zei ik, nou, als jij het fijn vindt, dan wil ik hem heel graag voor haar gaan lopen. En natuurlijk ben ik mijn schoonzus niet, maar ik wil er wel voor gaan. Voelt het fijn om dit met je broer te doen? Ja, absoluut. Want het brengt ze natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Als je dan samen zo intens verdriet kan delen, hè, waardoor je nu merkt dat je elkaar zo kan steunen en je zeker ook voor hem heel erg wil zijn, ja, dan is dat ook wel weer heel erg mooi. Ja, het is absoluut. En ik hoop dat mijn schoonzusje vanaf boven meekijkt en ziet en voelt. Dat ik dat moet goed doen op deze manier. Dat is wel de bedoeling. Gaan we lopen? Helemaal klaar.